Wat is dit, joh? Waar komt deze lange haar vandaan? Wie heeft hier lang haar? Ja, jij had net een vrouwelijke stagiaire op bezoek. Ik denk, nee, maar die... De vorige keer dat jij een vrouwelijke stagiaire op bezoek had, ben je ermee getrouwd. Kan iemand even een plaatje uit de printer pakken en een nieuwe puur pakken? Wat? En snel een beetje! Ja, en een zoetje voor mijn koffie. En mijn koffie! Zoetje, ja, voor mijn koffie. Shit gaat niet zo. Skippy! Skippy, goddammit! Goddammit, Skippy! Ik ga protesteren tegen de politiek door... te scheiden op de dam. Oké, we kunnen. Wat? Boe! Yo, vast! Of wanneer je dit ook kijkt, bij de nieuwe aflevering van een nieuwe Jopost episode. We zijn aangekomen, ondergekomen, onderlangs gegaan. Bij welke aflevering, Wouter? Weet jij het? Dit is seizoen 3-6. Is het zo? 2-6 bedoel ik zo. Ja, gaat hard, man. S02-E06. Ligt een beetje mooi, jongens. Dus dat is, dit is het mooiste, denk ik zo. Ik heb het gevoel dat het wederom een memorabele aflevering wordt. Ja. Deze week. Ik heb een kopje thee erbij gepakt. Ja. Weet je hoe ze dat noemen in het leger? Het leger, nichtennectar. Ja, dat zei ik net ook al. Nou. Heel erg onaardig. Ja, alsof nichten... Ik vind dat een beetje... Af en toe straalt er een beetje homohaat uit onze aflevering. En dat vind ik niet de bedoeling. Nee. Dat is helemaal niet waar dan. Nee. We hebben een hekel aan... Jesus have souls! De Robinbrief van de week. Ha, ha. Het is Robin... Nu ik aan Robin denk, moet ik denken aan... Die robot van Bas en Adriaan. Nee. Robin Hood. Ik moet denken aan Batman. En daardoor moet ik tegelijk denken aan een nieuwe serie die ik van de week uitgecheckt heb. Oh. Ik heb hem zelf ontdekt. Hij heet Arrow. Je hebt hem niet zelf ontdekt. Ik heb hem zelf ontdekt. Nee, het is niet waar. Arrow. En waar gaat het over? Oh, het gaat over een gast met pijlenbogen. Pijlenbogen zijn zo in, jongen. Assassin's Creed 3 is zo meteen uit. Ja, Tomb Raider. Tomb Raider zit de pijlenboog in. Black Ops zat al pijlenboog. Pijlenbogen zijn zo de shit. En World of Warcraft zit al 8 jaar een pijlenboog. Ja. Terwijl Rambo had al echt zo ver... Pijlenbogen zijn het pijlenboog. Wapen van het moment, denk ik. Maar pijlenboog geen goede game. De Arrow gaat dus over de Green Arrow. Ja, wat DC eigenlijk Comics. Gewoon een van de leefste helden is van DC Comics. Maar hij is zo stoer. Ja? Hij is zo... Heb je het toch gezien? Ik heb er tyfus veel zin in, maar ik ga wachten tot 10 afleveringen uitzenden. Nee, ik dat is hoe ik rol. Dat is hoe ik rol. Oké, maar loop je dan... Kijk je dan nu bijvoorbeeld Game of Thrones nog? Nee. Daar hebben we het trouwens nog nooit over gehad, Game of Thrones. Nee, maar dat is vet, Game of Thrones. Lees je ook de boeken? Ik lees geen boeken. Ik heb te veel hobby's en dat betekent dat ik op een dag een keuze heb moeten maken van ik moet één hobby laten vallen. Oké, boeken. Dat is niet zo'n moeilijke keuze. Ja, maar de Game of Thrones boeken zijn vet, maar de serie... Holy, ik heb erover gedacht... Ik heb erover gedacht om een audioboek van Game of Thrones te doen, zodat ik niet hoef te fucking fysiek lezen, maar ik gewoon kan luisteren terwijl ik aan het schijten ben. Dan doe ik wel wat anders, maar als ik onderweg ben naar... Wat doe je dan tijdens het schijten? Sitting on a toilet. Now flush. Goed, we hebben alleen nog maar één woord gelezen en dat is Robin. De brief gaat als volgt. Beste redactie, met veel plezier lees ik al jaren de PU en ik hoop dat de reviews net zo goed blijven als dat ze nu zijn. Maar... FIFA 13 loopt mijn carrière vast, de zon loopt vast in het derde level, side missie. En nee, een eerdere save game opstarten heeft nu... Heeft geen nu nut. En dan tja, Resident Evil 6 geeft een melding dat mijn game data corrupt is. Kan ik nog spelen, maar dan offline en na het verwijderen van de game data. Ik zou het aan mensen vinden als jullie in de PU vermelden welke games dit soort bugs of freezes bekend zijn. Ja, kijk, moet je luisteren, het gaat nog heel verder. Het is een heel epistel erover. Robin, hij speelt op de PlayStation 3 met een slim van 350 gig, 250. Ja, dat heb je altijd met games wel eens. Maar je hebt gewoon driedubbel pech. Al die drie games heb ik het namelijk niet. Nee, ik ook niet. Ik heb het ook bij de PS3 helemaal niet zo heel vaak gehad. Ik heb het voornamelijk bij de Xbox. Skyrim heb ik het fucking vaak gehad, een freeze.
En corrupte save data heb ik ook één keer gehad. Dat kwam destijds, en dan moet je goed opletten, hè, want dat, weet je hoe dat vaak gebeurt? Dat is een goede tip, hè? Oké, man. Deze gast heeft hier zes fucking zoetjes ingedaan. En ja, ik heb er geen eentje besteld. Ik neem meteen. En ik heb geen eentje besteld. En corrupt save data gebeurt heel vaak als hij aan het autosaven is en je doet hem dan uit. Dat is heel vaak de reden waarom dat gebeurt. Dus daar moet je mee uitkijken, want ik heb ook één keer gehad. Dat heeft hij dus drie keer gedaan, Robin. Ja, misschien is hij drie keer zo dom geweest. Want je denkt van, ja, je kunt hem toch uitzetten wanneer je wil. Zie daar! Nee. YouTube comment van de week over de Super Saiyan foto van de vorige aflevering. Die werd ingestuurd en zegt op Lex de Bullet, zegt op 10 minuten 5. Ik heb daar wel degelijk iets aan veranderd. Ik heb namelijk zijn haren blond gemaakt, zodat hij een Super Saiyan werd. Daar heb ik heel erg van gelachen, want ik zag het echt helemaal niet. Zo, maar goed, dat betekent wel dat hij goed heeft gefotoshopt. We kunnen hem hier nog even erbij pakken. Heb je het? Ik heb überhaupt hier amper haar, echt millimeters dat haar hebben. Dat is ook de grap. En dan heeft hij, ja, misschien is het, oh ja, ik snap. Je wordt genaaid, denk ik. Ik snap de grap. Ah, kut, dit is een geintje. Oké, volgende. Shame. Hallo, Pu. De tekening van Wouter Super Saiyan vond ik maar niet. Dus ik heb een verbeterde versie gemaakt die wel goed is. Hopelijk komt hij in de Jo-Post. En hopelijk komen er nog meer seizoenen van Jo-Post. You better, motherfucker. Daan de Meulenaar uit België, West-Vlaanderen. België is oké. Okay. Dat is een fancy naam ook trouwens. Elke keer als ik België hoor, moet ik denken aan het liedje van België. Dat lijkt fucking niet, man. Ja, dat heb ik elke keer. Elke keer, ja. Kun je dansen op de maan? Of andersom, nee. Is leven op Pluto? Ja, en kun je dansen op de maan? En zich plaatsen tussen sterren waar ik heen kan gaan. België, bla bla bla, Rusland is koud. Dan gaat die, al die fucking, maar ze hebben wel een goede doel, is dat, hè? Het is een goede doel, jongens. Ja, dit is beter. Dit is beter. Ja. Zeker nog, we hangen hem ervoor. Waar is de plakband? We hangen hem ervoor. Wat was even paniek. Ja, ik vind dit een betere Photoshop. Ik ook. Die moet weg. Deze moet weg. Ik vind het wel onaardig. Oh, moet er wel bij? Ja, dan hangen we hem iets lager. Ja. Zo eronder. Misschien hebben we een hele collectie. Zoals ik al zei, jouw post evolueert. Met de minuut. De Babi Pangangra van de week. Hallo Jo-Posters, vanavond zal ik zoals elke woensdagavond kijken naar de Jo-Posters. Ik kijk altijd op woensdag tijdens het eten, omdat mijn ouders dan weg zijn. Oh. Ik krijg dan altijd eten uit de magnetron. Hè? Dat zo gaat het. Hè? Dus, weet je nog, uit de Heavy Rain, dat je die Jason, die moet je dan ook eten uit de magnetron geven. Daar ben ik afgehaakt, dat ik eten in de magnetron moest zetten voor die fucking Jason. Je bent niet afgehaakt op het moment dat je zo'n fucking reet moest afwassen in de eerste scène in je fucking fancy huis met je architect. Ik heb dat dus letterlijk vier keer gedaan. Hè? Eén keer voor een preview, nog een keer voor een preview, toe voor de review. En toen thuis nog een keer van het plezier. Vier keer heb ik. Ja, was er nog niet klaar mee. Heb ik nog een keer, vier keer heb ik een digitaal reet zitten. Ik begrijp niet dat mensen dat doen. En eten in een magnetron zitten voor een kind wat je niet eens wil op dat moment. What the fuck, man? Dat kind wil je niet? Ja, die Jason zit ik niet op te wachten. Ik wil gewoon een game spelen. Gelukkig gaat die dood. Jason! Jason! Hoe dan ook, hij krijgt zijn eten uit de magnetron. Jij bent je heet dus Raymond, oké? Ik eet dat altijd tijdens het kijken naar jullie, maar vanavond had ik iets heel kuts. Ik kreeg Chinees, want dat was over van gisteren. Oh, restjes uit de magnetron, dat is nog erger eigenlijk. Maar een beetje verwaarloosd langzaam wel. Maar goed, maakt niet uit, je bent in ieder geval in jouw postaflevering. Raymond is langzaam aan het wegkwijnen. Ik ben opgegroeid door magnetronvoedsel en friet. Serieus? Maar zijn er patatgeneratie bij, weet je dat niet? Dude, onze generatie wordt de patatgeneratie genoemd bij de... Ook bij de voetballers gebruiken ze het vaak. Waarom? Wesley Snijders, de Rafa van der Vaart. Ik had allemaal netjes gekookt voedsel. Nee. Ik haat al. Oh, in Veendam is alles nog vers, hè? Oké. Ik kom recht van de laan. Van de laan. Oh, niet aan, hey. Ja? Ja. En niet aan, ja. Tijdens het kijken moest ik stoppen, want ik ging een tweede keer eten halen. Oh, jullie is wel meer. Nou. Ja? Toen het gebeurde, het vervelende. Wat gebeurde het vervelende? Ja, het gebeurde het vervelende. Maar ik van jullie wil weten of het dat ook wel is. Ja, op mijn bordje lag nog saus van de Babi Gangnam. Ja, hij noemt het Babi Gangnam. Het is Pangang. Ja, maar ik liep naar de keuken en ze schuifde mijn vork over het bord door de saus. Als het gebeurt, word ik gelijk chagrijnig, want dan is het vork vies. En bij het oppakken ook nog mijn hand. Vanavond ook nog eens mijn trui. Herkennen jullie dit? Groetjes van de grote Jo-Poster Raymond. Hij heeft het zeker. Voor de duidelijkheid, hij heeft het over het heft. Het handvat van de fucking vork. Ja, niet de vork zelf, maar het geheel heeft vork. Tyfus hekel aan als dat gebeurt.
Helemaal als ze niet doorhebben, dan denk ik, ik ben een beetje smetvrees. Ik heb mijn handen, ik wacht zo ongeveer. Jij hebt smetvrees. Alleen wat betreft mijn handen. Ik vind het echt zo smerig om te vieze handen. Heb je wel eens je toetsenbord gezien? Zullen we jouw toetsenbord even bijpakken? Ja, daarom was ik ook altijd mijn handen voor. Ja, je toetsenbord, serieus gast. Wat? Oké. Volgende brief. We hebben ook wel eens. Heel vervelend. In de vorige jaar was... Wacht, ik wil nog iets kwijt erover. Doen we niet. Nou. Ik wil er nog iets... Fuck, wat was het ook alweer? Dat was heel fucking dringend ook. Die vorige, smetvrees, piemel. Maar daarvoor nog. Hij had iets... Oh ja! Hij is er nu aan het kijken als hij aan het eten is. Stel, ze iets heel ranzigs gaan doen. Een schijtend varken of zo. Ja, oh. Dat vind ik heel ranzig zien. Ja. De montage. De pulsating. Speciaal voor jou, Raymond. Dat vind ik leuk. Dit vind ik leuk. Ik vind dit leuk. De face swap. Hey gasten van de kracht ongelimiteerd. Tegenwoordig zijn mensen zeer handig in Photoshop. Ja, klopt. Dit zorgt vaak voor super toffe face swaps. Swaps. Dat van de mensen op de foto de gezichten op elkaars lijf worden gezet. Dit heb ik in mijn beperkte Photoshop skills ook gedaan met jullie gezichten. Kan beter. Maar het is nog steeds een beter plaatje dan de helft van de bagger wat nu in de muur hangt. Groet Casper Benschop. Nou Casper. Er wordt geïnsinueerd een bagger aan Ik vind het een beetje disrespectvol ten opzichte van alle andere Joopost inzendingen. Ja, want het zijn prachtige tussen. Laten we wel zijn. Het zit enorm artistiek werk bij. En voor straf laten we jouw Photoshop skill niet zien. Nee, dit is hem. Dat is best wel cool, toch? Vind jij er wel vooruit gaan zo? Ik vind, jezus. Ik vind jou er vooruit Ik ben echt blij dat ik geen haar heb als ik hier naar kijk, joh. Moet je nou zien. Ik zie maar jouw gezicht is ook een beetje scheef geplaatst. Nee, wat is die hele fucking lip tegen hier? Kijk hoe intelligent jij eruit ziet met een bril. Zie hoe intelligent jij met een bril eruit ziet. Ja, ik, met haar bedoel ik. Kijk hoe intelligent jij met haar eruit ziet en een bril. De combinatie van alles. Ja, slikken haren, slikken bril. Het is best wel cool eigenlijk. Nou, ik leer hier wel dingen van. Ja, hang maar op joh. We hebben toch totaal geen eis over wat er nu op komt hangen. Nee, dat is ook waar. Nou. Dan gaat hij best lekker zo langzamerhand. Mm-hmm. Yo, vast! We zitten er doorheen, het is klaar, het is afgelopen. Volgende week... Kapot. Nou, ik ben helemaal, wel vermoeid. Afgelopen, helemaal klaar. Ik ga denk ik Assassin's Creed 3 spelen. Want ik heb daar zin in. Ja, gaat echt niet naar Assassin's Creed. Ik vind het fantastisch, je bril is een fucking ranzige gast. Ja, dat zie je altijd. Maar anyway, ga je echt een Assassin's Creed 3 spelen? Ja. Ik ga Halo 4 spelen. Ik ga denk ik liever Assassin's Creed 3 spelen. Ik ga veel liever Halo 4 spelen. Ik ga liever Assassin's Creed 3. Ik ga Assassin's Creed 3. Ik denk dat je meer tijd steekt in Assassin's Creed 3 singleplayer. Natuurlijk, ja, maar Assassin's Creed 3 ga ik pas over een paar maanden spelen. Dus eigenlijk is Assassin's Creed 3 goedkoper. Goedkoper? Goedkoper om te spelen. Omdat? Meer uur zit erin. Oh zo, ja, klopt, is waar. Maar in het geval van multiplayer... Nee, dat verlengt het weer. Dus overal is Halo. Je hebt ook nog Spartan op. Dus eigenlijk wat je zegt is, Halo is een goedkopere game. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat Halo cheaper product. Is. Nee. Een goedkopere game. Je verdraait mijn woorden. Dat is wat je doet. Je probeert nu mijn woorden te verdraaien. Ja, dat is waar. En ik trap er niet in. Nee, nou, hoe dan ook. Waar ga ik gamen? Jullie ook? Ja, wij willen eigenlijk alleen maar zeggen bedankt voor het kijken. Ja, heel fijn. Het was weer een plezier om de brieven met jullie te delen. Blijf je shit sturen. We hebben nog altijd een lichte voorkeur voor fysieke brieven. Vinden we mooi, klassiek, voelbaar. Hoewel, ja, dat inderdaad. Ik wil brieven in mijn hand. Ik wil niet printen, zonde voor het milieu. Liefst op kartonnen dozen geschreven, wat anders toch gerecycled wordt. Mm-hmm. Weet je, het liefst of in hout, gewoon een plank, gewoon gebeiteld. Ja, we zitten nog steeds te wachten op een nieuwe... Ja, dat hebben we nog steeds niemand niet. Die een week geleden dat ik het gevraagd heb. Of twee. Twee weken geleden, nog steeds niks. Je hebt 2 weken de tijd, man. Ja. Nou, in ieder geval... Bedankt voor het kijken, like het maar weer. Je kon verschillende games winnen. Hè? Het moet wel geliked worden. Like die shit. Want dan... ga commenten op YouTube, op pu.nl, op Facebook. Stuur die fysieke brieven op hout of papier, eventueel. Ja, dus dat kan je dus nu ook doen, hè, voor de volgende keer. Kan je denkt nu van, hey, ik wil erin. Stuur maar. Ja. En mail ons, kan ook. Allemaal mogelijk. We zijn op verschillende wijzen contactabel. Ja, je kunt ook bellen. Contactdruk. Maar je kunt ook bellen. Ja. Maar dan moet je wel weten precies wanneer we het opnemen en moet het live zijn. Dus dat is lastig. Oké, bedankt, laters! Hebben we het weer gedaan, hè? Oh,
het is weer, zit er weer op. Ik vraag me af welke aap. We hadden het kapot. 26 zoetjes in mijn koffie heeft gedaan. Voor mij, en dit, ik heb een vraagje van een schone mop. Moet je kijken. Dus als iemand eroverheen ge. Het ruikt zelfs zoet. Dit is gewoon een verneuking van een cupje ook, hè? 35 cent. Dus echt, ik vind het elke keer tragisch, die fucking Skippy ook. En dan vergeet hij zijn koffie, laat hij staan, smijt hij het weg omdat het koud is. Nespresso is net zo goed lekker als het koud is. Onacceptabel. Dus dan is het gewoon iets meer chocolademelk, hoor. Nespresso is net zo lekker als het koud is? Nou, ik vind het nog prima dat het zuiver als het koud is. Geen probleem. Ik vind het zulke hoogstaande kwaliteit van koffie. Koude pizza's, oké. Okay.